plan om de vakantiehuisjes op recreatiepark De Groene Heuvels in Ewijk te verhuren aan Poolse arbeidsmigranten is niet goedgekeurd door de gemeente Beuningen. Burgemeester Daphne Bergman geeft aan dat het een recreatiepark moet blijven. De exploitant Sander van der Weerde wilde voor 3 jaar alleen verhuren aan arbeidsmigranten. Op dit moment worden er al meer dan 50 huisjes verhuurd aan Polen en dat aantal stijgt. Verder geeft hij aan dat Groene Heuvels al voor langere tijd de arbeidsmigranten huisvest. De burgemeester zegt dat het park een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het beheren en handhaven van de verhuur. Volgens Bergman weet het park wie er verblijft en dat het daarop in kan spelen. De gemeente handhaaft alleen bij illegale situaties waarbij de veiligheid in het geding is.